Deze oma kon haar ticket niet tonen, maar beweerde een plek te hebben in de business class. Het luchtvaartpersoneel stond op het punt haar uit het vliegtuig te zetten toen ze deze schokkende foto zag. Mevrouw, ik kan u niet toelaten in de business class zonder uw ticket te zien. De oude vrouw keek met wijde ogen naar de stewardess. Maar mijn stoelnummer is A001, herhaalde ze. Het spijt me, mevrouw, ik moet uw ticket zien, drong de stewardess aan. Achter haar begonnen de andere passagiers die de business class binnenkwamen ongeduldig en geïrriteerd te worden. Velen van hen hadden net zakelijke vergaderingen achter de rug en wilden graag op hun stoelen komen of om wel door te werken of een welverdiend dutje te doen. De oude dame met de sjovele trui stond duidelijk in de verkeerde rij en bracht iedereen achter haar in de problemen. Mevrouw Mary Zelinsky begon in haar handtas te rommelen, op zoek naar het ongrijpbare ticket. Ze kon horen dat de andere passagiers vocaal werden en begrepen niet wat de rij ophield. Hun opmerkingen maakten haar des te nerveuzer en haar handen begonnen te trillen. Op datzelfde moment viel haar tas op de grond en rolde veel van haar persoonlijke bezittingen over de cabinevloer. De stewardess besefte dat ze een ramp moest voorkomen. Ga tijdelijk in deze stoel zitten en laat me snel uw spullen oprapen, mevrouw. Dan zullen we de zaken uitzoeken, zei ze. De andere passagiers werden omgeleid naar de andere kant van het vliegtuig, terwijl de stewardess op haar knieën zat en kleine containers met pillen, lippenstiften, haarspelden, wat snoep en een paar enveloppen die leken te komen uit een ander tijdperk, keurig gebonden met lint. Terwijl Cassidy naar een klein boek reikte, vielen er zwart-wit foto's uit tussen de pagina's. Dit was het moment waarop de stewardess iets onverwachts zag. Tussen de stapel foto's zat een vliegticket uit de jaren 1980. Arme vrouw, dacht Cassidy, aangezien ze geen andere keuze had dan het hoofd van het cabinepersoneel te bellen. De oude dame moet het ticket als herinnering hebben bewaard en dacht ten onrechte dat ze 20 jaar later opnieuw kon gebruiken. Ze leek enigszins in de war. Hoe triest het ook was, de oude vrouw moest door de luchthavenbeveiliging uit het vliegtuig worden verwijderd. Cassidy voelde haar hart breken voor de oude grootmoeder, die ongetwijfeld enige moeilijkheden had doorgemaakt. Toen het hoofd van de cabinebemanning de oude vrouw zag, trok ze dezelfde conclusie als Cassidy. De grootmoeder van Alice leed ook aan de ziekte van Alzheimer en ze herkende enkele van de symptomen. Ze voelde zich ook verdrietig, maar er was niets wat ze kon doen. Mevrouw, we gaan iemand halen om u van het vliegtuig te helpen. Het spijt me zeer, maar u heeft geen ticket om op deze vlucht te zijn. Mary schudde haar hoofd. Maar dat heb ik wel. Het is gewoon dat ik het nu niet kan vinden. Maar ik weet het stoelnummer. Mevrouw Zelinsky noemde het stoelnummer op. A001. Weet u, ik speel eens per week bingo en ik ben goed met nummers. Cassidy fluisterde iets in het oor van de supervisor. Mag ik alstublieft uw identiteitskaart, mevrouw? Mevrouw Zelinsky wees naar haar handtas en wees er naar een ritsvak. Terwijl Alice op zoek was naar de identificatie, haalde Cassidy de passagierslijst op. Naast stoel A001 stond de naam Mary Stuart Zelinsky. De oude vrouw sprak de waarheid en toch was haar ticket nergens te vinden. Andere passagiers in het vliegtuig werden onrustiger en geïrriteerder. Alice besloot dat ze haar supervisor op de grond zou bellen om te vragen of deze oudere passagier kon worden geplaatst. De luchtvaartmaatschappijregels stelden namelijk duidelijk dat geen enkele passagier aan boord mocht worden toegelaten zonder een relevant ticket. Terwijl ze op het punt stond het telefoontje te plegen, viel haar oog op een kleine zwart-wit foto die Cassidy waarschijnlijk over het hoofd had gezien. Het moment dat ze het oppakte, werden haar ogen groot. Wie staat op de foto, mevrouw Zelinsky? Mary glimlachte. Natuurlijk ben ik het, mijn eerste man en de president. In strijd met wat ze van plan was te doen, instrueerde Alice Cassidy om een speciale passagier op haar geboekte stoel te plaatsen. Er was al genoeg vertraging, de kapitein wilde het vliegtuig de lucht in krijgen. Veel passagiers deden mee en juichten, sommigen omdat ze echt blij waren voor de oude vrouw en anderen omdat ze eindelijk konden opstijgen. De oude vrouw viel op in de business class. Met haar eenvoudige, bijna versleten kleding leek ze op een dakloze persoon, omringd door mannen en vrouwen in zakelijke pakken en ontwerper draagtassen. Desondanks was Mary Zelinsky schoon en netjes, ruikend naar een lang geleden stopgezette versie van Eau de Cologne. Omdat de stoelen in de business class niet volledig waren geboekt, vroeg de vrouw links van mevrouw Zelinsky aan de stewardess om naar een andere lege stoel te worden verplaatst. Aan haar rechterkant zat een jonge vrouw genaamd Debbie. Ze droeg een elegant designerpak en haar haar was keurig vastgebonden in een paardenstaart. De oude vrouw naast haar deed haar denken aan haar grootmoeder, dus ze was enthousiast om een gesprek aan te knopen. Iedereen in de nabijheid van Mary was zich ervan bewust dat een vreemde foto de aandacht van het cabinepersoneel had getrokken.
Zodra het vliegtuig in de lucht was en mevrouw Zelinski genoeg had bewonderd van de prachtige wolken om hen heen, opende ze haar tas opnieuw en haalde de kleine stapel foto's eruit. Het was toen dat het verhaal van haar leven zich begon te ontvouwen. Mary en haar eerste echtgenoot ontmoetten elkaar tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ezra Zelinski was een piloot tijdens de oorlog en Mary werkte als verpleegster in een aantal veldziekenhuizen. Ze waren erg verliefd, maar de wereld was in oorlog en iedereen deed wat ze konden om te helpen. Op een dag kreeg ze het nieuws dat het vliegtuig van Ezra was neergestort en dat hij vermist was. Later werd hij als overleden beschouwd en rouwde ze diep om het verlies van haar enige ware liefde. Na terugkeer naar de Verenigde Staten na de oorlog werd ze opnieuw verliefd en trouwde met Thomas. Gelukkig was Thomas ook een piloot. Ze kregen twee dochters en leefden hun leven gelukkig. Haar meisjes groeiden op tot twee mooie en succesvolle vrouwen en beide hadden prachtige families. Mary was de grootmoeder van 5 kleinkinderen. Hoe dan ook, Thomas stierf ongeveer 10 jaar geleden. Het was kort voor zijn dood dat we werden uitgenodigd voor een viering van de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog in New York. Ik wilde niet gaan, maar ons werd verteld dat we de president zouden ontmoeten. Daarom gingen Thomas en ik. Mary bladerde naar de foto die commotie veroorzaakte. Nou, het was tijdens die ontmoeting dat ik hem weer zag. Een geest herrees uit de dood, Ezra Zelinski. Ezra was natuurlijk ook getrouwd. Veel gevoelens kwamen op uit de diepte van hun zielen terwijl de twee stellen verhalen uitwisselden. Ze gingen uit elkaar, maar hielden contact in de jaren die volgden. Bijna alsof er een onzichtbare band was die hen verbond. Ongeveer tegelijkertijd met de dood van Thomas werd Ezra weduwnaar. Hoewel velen misschien dachten dat het dwaas was voor mensen van in de 70 om romantiek na te streven, dachten Mary en Ezra daar anders over. Ze zouden deze tweede kans niet aan zich voorbij laten gaan. Het stel trouwde in een kleine intieme ceremonie met alleen hun kinderen en kleinkinderen aanwezig. Helaas was hij een paar maanden eerder overleden, waardoor Mary opnieuw achterbleef. Ondanks hun aanvankelijke vijandigheid was iedereen die het gesprek tussen Debbie en Mary kon horen geïnvesteerd. Veel geharde zakenmensen veegden een traan uit hun ogen. Hoe fout waren ze geweest over deze oudere vrouw? Niet alleen was haar geest zo helder en scherp als de dag dat ze werd geboren, maar ze was een oorlogsheld. Ze had een leven geleid dat velen van hen zelfs niet konden bevatten. Dus waar vlieg je nu naartoe, Mary? Vroeg Debbie. De oude vrouw glimlachte. Ik ontmoet de enige zoon van Ezra op de luchthaven. Het was zijn laatste wens dat zijn as wordt verstrooid op de plek waar zijn vliegtuig tijdens de oorlog neerstortte. Daniel en ik gaan samen de reis maken. Zijn laatste rustplaats zou de exacte plek zijn waar hij bijna stierf de eerste keer. Toen voegde ze eraan toe, ik vlieg niet veel, maar als ik vlieg, kies ik een stoel zo dicht mogelijk bij de piloot en bid ik voor de veiligheid van de vlucht. Ik heb een zwak voor piloten, weet je. Mary knipoogde naar Cassidy, die een traan van haar wang veegde. Geen van de stewardessen heeft ooit hun supervisors verteld over het gebrek aan een ticket van Mary. Haar ongelofelijke verhaal was het waard om een klein regeltje te overtreden en had een gewone werkdag veranderd in een onverwachte achtbaan van emoties. Word je geraakt door liefdesverhalen uit de Tweede Wereldoorlog? Heb je ooit een oude persoon volledig verkeerd beoordeeld? Deel je verhaal in de reacties hieronder. Bedankt voor het kijken en tot ziens in de volgende video.